ben Natasja Bodda. Ik ben 25 jaar. Ik ben geboren in Spijkenisse en daar woon ik dus nog steeds. En ik ben psycholoog op een aantal basisscholen hier in Spijkenisse ook. Dat doe ik nu een aantal jaar en daarnaast schrijf ik natuurlijk. Ik ben begonnen 10 jaar geleden toen ik 15 was. En het begon niet echt met gedichten, maar ik was super verliefd op een jongen op een middelbare school. En de ene dag vond hij me leuk en de andere dag vond hij me niet leuk. Dus op de dagen dat hij me niet leuk vond, besloot ik dat op te schrijven, zodat ik nooit meer terug zou gaan. Het werkte niet, maar ik begon wel met schrijven zo. Dat komt eigenlijk door Melanie hier, een vrouw met een Ierse pub. Elke maand is daar een poëzieavond waar ik dus al een jaar aan meedoe. En zij drong eigenlijk een beetje tot me door dat ik moest beginnen en dat ik hier aan mee moest doen. Dus ik heb vooral Melanie te danken. Ja, vind ik best wel een lastige. Eigenlijk, soms heb ik wel in mijn hoofd dat ik het ergens over wil hebben, maar vaak zijn het gewoon gedachten in mijn hoofd wat eruit moet. En dan weet ik nog niet hoe het wordt, maar dan begin ik met typen en dan op een gegeven moment stop ik en dan staat er iets. Niet altijd goed, maar er staat iets. Ik denk dat ik vooral, ik wil wel een boodschap overbrengen. Het gaat vaak over maatschappelijke stukken of gevoelens die mensen vaak denken dat ze de enige zijn die dat hebben. Dus ik wil wel laten voelen dat er meer mensen zijn, een soort van erkenning daarin. Ik hoop heel veel. Ik ben wel uitgenodigd op allemaal evenementen en openingen, dus dat vind ik echt super leuk. En ik hoop natuurlijk ook dat ik dit een beetje kan gebruiken om naam te maken en mensen te ontmoeten, voor ook nadat ik stadsdichter ben. Sowieso, het hoeft niet te rijmen. Dat is vaak wat iedereen denkt. Je moet gewoon schrijven wat in je hoofd zit en op een gegeven moment merk je er een leuk ritme in en dan wordt het vanzelf iets. Het hoeft niet perfect te zijn als je gaat beginnen. Je moet gewoon opschrijven wat je denkt en vaak is dat heel herkenbaar voor andere mensen. Dat gaat eigenlijk over mooie dingen zien in het leven. Die gaat als volgt. Hondenpootjes die naast hun baasje balanceren op de metrovloer. Voeten van verliefde stellen, onhandig door elkaar in de nachtclub. Zoenende tieners net buiten het schoolplein. Boeken die verstoffen in de boekenkast. Verhalen die steeds wat groter worden. Slechtziende kinderen die door glazen heen voor het eerst hun moeder zien. Een kind die lacht. Het licht dat op je ogen valt en jij er zo zelf een verhaal aan mag koppelen. Pessimisme, het grootste vorm van zelfsabotage. Optimisme, de puurste vorm van kunst.